Deze Theon International Update wordt mede mogelijk gemaakt door AllSystems.nl en Petersen Media. Igor Sijsling, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Theon International. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Hoe ging het in de finale? Het was een zware wedstrijd. Er stond veel wind, dus niet heel makkelijk om te tennissen. Maar ik speelde vrij goed, sfeerde goed en uiteindelijk gewonnen. Je eerste winst in Nederland? Eerste challenger winst in Nederland, zeker. Ja, heel speciaal. Voor mij een hele mooie overwinning. Wat betekent het voor jou om in dit weekend zoveel wedstrijden te moeten spelen? Nou, dat was fysiek heel erg zwaar. Maar goed, als je goed staat te spelen, dan is het blijkbaar te doen. En het was gewoon vooral bij de eerste wedstrijden 's ochtends voelde ik me heel erg stijf. Later liep ik het wel een beetje los. Maar gewoon 7 potten in 3 dagen nu, geloof ik. Ja. Maar hoe bereid je dan voor op zo'n finale? Nou ja, gewoon hetzelfde als op alle andere wedstrijden. Een finale is natuurlijk heel speciaal. Dat voel je ook wel een beetje nerveus voor de wedstrijd. Maar in principe niet anders dan andere wedstrijden. En dan nu, zometeen de dubbelfinale. Is de druk eraf voor jou of wil je die ook echt winnen? Nou, die wil ik ook graag winnen. Maar voornamelijk de single winnen was vandaag het doel. En ik ga ook zeker voor de dubbel, 100%.